iets over zeggen. De verkoop van de speciale Wilhelmusposter die de Tros heeft uitgegeven bij het 50-jarig huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard is een groot succes geworden. Voor elke poster werd een bedrag van 5 gulden afgedragen aan het Nationaal Geschenk. In totaal heeft deze speciale actie maar liefst 111.365 gulden opgeleverd. Dit bedrag werd deze week door Trosfit-voorzitter meester H.J. Minderop in Den Haag overhandigd aan de voorzitter van het comité Nationaal Geschenk, de heer K. de Boer, en de secretaris-penningmeester, de heer J. Tensen. Al diegenen die een Wilhelmusposter hebben besteld de afgelopen maanden namens het Gouden Paar, de Stichting Gouden Huwelijk Prinselijk Paar, het comité Nationaal Geschenk en de Tros, heel veel dank voor uw spontane medewerking. Zoals u ongetwijfeld weet is afgelopen dinsdag de nieuwe James Bond film in première gegaan. In de komende 50 minuten daarom een terugblik op het filmverleden van 's werelds meest beroemde geheim agent, gepresenteerd door de acteurs die hem in de loop van de afgelopen 25 jaar gestalte gaven, Roger Moore, bijgestaan door Sean Connery en George Lazenby.